Hoe kunnen we opstootjes voorspellen en voorkomen? Dit is de Universiteit van Nederland. We gaan beginnen met een klein experimentje. En ik weet dat iemand zich aangemeld heeft als proefpersoon die ging helpen. Ah, kijk eens. Kom naar voren. Hoe heet jij? Annette. Annette. Hoi, ik ben Willem-Paul. Hoi. Hartstikke mooi. Ik ga jou een beetje harde muziek opzetten. Even kijken. Dus ik zet hem alvast aan. En dan mag jij hier even van genieten. Zet hem even op. Kan je het horen? Het is de bedoeling dat je hem eigenlijk niet meer hoort straks. Ja? Hard genoeg. Mag je vasthouden? En dan draai ik je even helemaal om. Dan mag jij je daarna kijken. Ja? Oké. Okay. Eigenlijk heb ik u nodig. Want we gaan namelijk iets leuks doen. We gaan namelijk straks een keihard applaus geven. En er worden straks borden uitgedeeld. Want ik wist al dat we deze proefpersoon hadden. Zullen gebruiken. Met haar naam erop. En wat we ook gaan doen. We gaan echt opstaan en groot haar naam spanderen. Ja, dat we allemaal hoog en een naam. Hup. Annette is het. Ja, hup. Zeker weten. En roepen, hè. Dak moet eraf. Dus ik draai erom, doe de muziek op. Gelijk applaus. Is niet te moeilijk. Kunnen we dat aan? Ja? Oké, daar gaan we. Dus ik muziek eraf, omdraaien, gelijk beginnen. Oké, dankjewel. Draai maar even om. Nou, wat vond je daarvan? Ja, super grappig. Ja. Ja, dat doet toch wel iets met je? Ja, ja. Oké. Nou, reuze bedankt. Daar was het even wat je even nodig. Okay. Gaan we even zitten. Mensen zijn sociale wezens. Dat wilde ik laten zien. Het doet er iets toe hoe andere mensen roepen of zich gedragen. Dat heeft impact op iemand. En ik wil laten zien dat we dat ook kunnen bestuderen in virtual reality. In virtual reality kunnen we dat ook bestuderen, hoe mensen eigenlijk zich gedragen als er iets gebeurt met andere mensen. Nou, zulke studies worden natuurlijk al gedaan, gewoon met sociale psychologie, maar dan gebruiken ze andere mensen. Maar ja, het is vrij moeilijk om even een heel publiek te regelen. En het mooie is, met virtual reality kan je dat gewoon eigenlijk nabootsen. En ik wil eigenlijk jullie laten zien dat je dezelfde reactie krijgt in virtual reality, die we eigenlijk kunnen verwachten als je twee mensen echt bij elkaar zit. Ik wil de hand doen van 3 experimenten, wil ik dat uitleggen. Het eerste experiment hebben we in Delft zelf uitgevoerd en het ging over een sollicitatiegesprek. Nou, ik weet niet of je ooit wel eens meegedaan hebt, een sollicitatiegesprek. Het is toch altijd wel een beetje spannend, hè? En je hoopt dat je wat vriendelijke vragen krijgt. Als je vriendelijke vragen krijgt, denk je, nou, dat gaat wel goed. En je bent misschien een beetje bang om wat rotvragen te krijgen. Ja, en dan wordt het wat spannender. Ja, met me eens, je kunt dat volgen. Ja, nou, wij dachten, kunnen we dat ook nadoen in virtual reality? Dus we nodigen iemand uit om een sollicitatiegesprek te hebben met een virtueel karakter. En nou wordt het leuk, we kunnen dat virtuele karakter aardige dingen laten vragen en rottige dingen. Hoe hebben we dat gedaan? Nou, als je even kijkt naar een sollicitatiegesprek, is het eigenlijk een hele serie van vragen. Maar als je nou één zo'n vraag krijgt, gaat het eigenlijk als volgt. Vraag u iets van, waar heeft u hiervoor gewerkt? Nou, de proefpersoon zegt dan wat, weet ik veel, ik heb voorheen in Eindhoven ben gepromoveerd. Nou, en dan komt de avatar terug en die kan zeggen, goh, wat interessant. En dan heb je eigenlijk één vraagje afgerond. En dat kan je eigenlijk achter elkaar blijven doordoen. Nou, wat je kan doen, je kan die dingen dus manipuleren. Je kan iemand iets aardigs vragen en een reactie geven, goh, wat interessant. Maar je kan ook zeggen, goh, vraag me af waar u nou heeft gewerkt. Nou, dan zegt iemand wat en dan zegt de avatar, nou, dat is niet zo echt interessant. En wat hebben we nou gedaan? Want zo hebben we zo'n gesprek ongeveer 16 minuten laten duren. En om de 4 minuten hebben we eigenlijk de verhouding tussen aardige vragen en rottige vragen veranderd. Zo zijn we nou begonnen, zo'n 50-50, de helft van de vragen aardig, de helft van de vragen rottig. En dan veranderen we misschien 75 rottige vragen en 25% vriendelijke vragen. Dus dat hebben we veranderd. Nou, wat denkt u nou wat er met u zult gebeuren als u een hele partij rottige vragen krijgt? Wat gebeurt er dan met uw hartslag? Gaat het dan naar beneden of omhoog? Omhoog? U mag wel iets zeggen hoor. Omhoog.
Nou, ik wil eens kijken wat er nou eigenlijk gebeurde in virtual reality. Kregen we hetzelfde soort respons. Dan heb ik een plaatje. Zo, horizontaal staat aangegeven eigenlijk de verhoudingen tussen aardige of rottige vragen. Dus 0% negatieve vragen tot helemaal 100% rottige vragen. En op deze as staat de hartslag. En nou het leuke is dat ik eigenlijk heel blij word als onderzoeker van dit plaatje. Waarom? Ja, ik ben heel erg blij snel, zou je zeggen. Nee, ik ben blij omdat die lijn, je ziet die hartslag, een beetje een mooie rechte lijn omhoog gaan. Dus eigenlijk toont het aan dat we eigenlijk heel goed weten, of dan een beetje onder controle hebben, om iemand zijn hartslag te manipuleren. En we doen een klein beetje meer rottige vragen en eenzelfde stapje gaat je hartslag omhoog. We doen nog een snufje rottige vragen erbij en je hartslag gaat nog een stukje omhoog. Nou, dit is een eerste voorbeeld waar ik bij laat zien dat je dus in virtual reality eigenlijk eenzelfde emotionele reactie krijgt als iemand aan het praten is met een virtueel karakter. Ik had er 3 beloofd. Nu gaan we naar het tweede experiment. En daar gaan we kijken naar sociale identiteit. Dat is een heel mooi woord. Waar gaat het nou over? Nou, ik denk dat er misschien mensen die uit Amsterdam zijn en misschien nog zelfs wel voor Ajax zijn. Ja, dus dat is eigenlijk hun club. Misschien mensen uit Rotterdam voor Feyenoord. Dus je ziet daar een soort sociale identiteit met een groep. Nou, wat gebeurt er nou? Stel je voor dat je in een ruzie, je staat met iemand te praten, met ook van jouw club. Ja, je bent ook een Ajax-supporter. Je staat met iemand te praten, is ook een Ajax-supporter. En eens krijgt die ruzie, die andere, ga je hem helpen of niet? Nou, omdat dat persoon ook een Ajax-supporter hebt, ben je misschien meer geneigd om iemand te helpen dan als het iemand is die gewoon helemaal niet eenzelfde supporter is. Nou, dat wilden we ook gaan uitzoeken in virtuality. Dat hebben ze gedaan in Londen. Wat hebben ze daar gedaan? Hebben ze mensen uitgenodigd die Arsenal supporters zijn. Dat is een voetbalclub. En hebben ze uitgenodigd en die hebben ze gezegd van, nou, kom eens langs. En in virtuality ga je een praatje maken met een andere Arsenal supporter of een neutraal persoon. En eerst begin je eens een praatje te hebben met die persoon. Van, hoe gaat het nou? Die Arsenal support. Van, oh, hoe vind je Arsenal? Nou, hartstikke goed. Ben je bij de laatste wedstrijden geweest? Ja, ik ben bij de laatste wedstrijden geweest. En hoe vind je het nu gaan? Nou, dus de proefpersoon leerde al, als ik met iemand praat, of die avatar praat, reageert hij terug. En nou werd het spannend. Halverwege het gesprek staat er iemand op van de bar. Die loopt naar dit virtuele karakter en begint ruzie met hem te zoeken. En nou, de vraag is natuurlijk, wat doet de proefpersoon? Nou, dat wil ik je laten zien. Ik heb hier een stukje fragment. Het zijn acteurs en het gaat er nogal ruig aan toe. Dus als je niet zo goed tegen sterke taalgebruik kan, nou, even je handen voor je oren zomaar zeggen. Het is een cave, wat je zult zien. Ze zitten in een hoek. Dus de persoon die ruzie komt zoeken staat hier. De Arsenal support staat daar en de proefpersoon staat hier. Ja? Nou, we gaan even kijken wat daar gebeurt allemaal. That shirt offends me, I told you. Take it off and you can stay in. I'm not gonna take it off and have a drink. I'm not gonna take the f***ing shirt. Calm down, calm down. What's going on here? F***ing told me to leave. Hey, you f***ing. Zag je dat? Hij sprong ertussen. Nou, dat wilden ze gaan testen. Gaan mensen iets doen? Probeer ze dat ruziepartijtje uit elkaar te krijgen. Nou, wat hebben ze dus gevraagd? Ze hebben dus die 2 groepen uitgenodigd. Of althans 1 groep uitgenodigd, opgedeeld. 1 kreeg dus die Arsenal supporter als een virtueel karakter. En de andere neutraal iemand. En wat hebben ze toen gedaan? Ze hebben gekeken hoe vaak iemand een beweging maakte om ertussen te springen. Of er iets tegen te gaan doen. Nou, wat denkt u nou gemiddeld deden ze in de groep waarbij het een andere supporter was, een neutraal persoon? Hoeveel denkt u? Gemiddeld 2 keer. 2 keer maakten mensen gemiddeld de poging om er even de ruzie uit elkaar te krijgen. Nu, natuurlijk de interessante vraag, de groep die de Arsenal supporters. 6 keer. 6 keer maten ze dat iemand toch ertussen ging springen. Je ziet die band, doordat het shirtje
gaat mensen toch het gevoel, ik moet er iets mee gaan doen. Hè? We hebben een sociale entiteit samen, dus mensen komen eerder iemand helpen. Nou, ze hebben ook gekeken hoe vaak iemand iets zei. Nou, was het een neutraal shirtje? 3 keer gemiddeld. Had iemand die Arsenal shirt aan? Gemiddeld 6 keer. Zei ze, probeer ze ertussen te komen. Nou, wat leren we hier nou van? Nou, het eerste al hoe belangrijk zo'n sociale identiteit is. Maar wat kunnen we nou doen om dit te voorkomen, zo'n opstootje? Denk nou eens na, als je in Nederland hebt, dat je af en toe ruzies, vechtpartijen hebt en dan mensen dat gewoon negeren en doorlopen. Nou, beleidmakers, als ze weten dat een bepaalde doelgroep altijd die problemen hebben, dat zij altijd die ruzies krijgen, moeten ze dus gaan benadrukken wat de overeenkomsten zijn. Die sociale identiteit versterken, dus de samenhorigheid in de maatschappij versterken. Want dan zijn mensen dus blijkbaar eerder geneigd om er iets te doen, te helpen, misschien een beetje ertussen gaan. Dus dat zou je kunnen doen. Dus dat leren we van zo'n onderzoek. Maar ik had 3 onderzoeken beloofd. En nu we toch bezig zijn met omstanders, wil ik naar een experiment gaan, naar een Engelse klas. Een klas waar mensen Engels moeten leren. Ze hebben nagebouwd in virtual reality. Hier kan je het zien, iemand had een bril op. En je kon kijken om je heen en dan had je een klaslokaal. En ik wil even naar het volgende plaatje, dan kan je ook eens zien. Zo zag het eruit. Jij zat op een stoel in dat lokaal. En de Engelse docent die vroeg om zijn beurt iemand, dus het kon een virtueel karakter zijn, maar wat bedoel jij, om iets te zeggen in het Engels. Gewoon om te leren praten wilden we kijken. Zo van, nou, als je iemand zou ontmoeten, welke karakteristiek van jezelf zou je eigenlijk niet vertellen? Nou, en dan moest iemand in die klas dan iets terugzeggen. Nou, het experiment deden we eigenlijk in 2 delen. Het eerste deel zat je eigenlijk in die klas en keek jij wat er gebeurde als iemand anders zo'n vraag kreeg. En daarna mocht je zelf zo'n vraag beantwoorden. Maar wat we ook nog deden, en nou wordt het leuk pas, je kan al een beetje kijken, die 2 avatars onderin, die buigen een beetje naar elkaar toe. En wat deden ze nou? Die konden 2 dingen doen. Die konden zeggen, dat vind ik nou echt een geweldig antwoord. Hartstikke mooi. Of, en nou wordt het leuk, ze konden zeggen, wat een waardeloos antwoord. Wat echt bar. Dus even nadenken. Je zit in een Engelse klas. Hoe zou je je nou voelen? Als jij van tevoren hebt gezien dat je vrienden, als die iets zeggen, door je andere klasgenoten totaal afgemaakt worden. En daarna krijg jij de vraag, de beurt. Wat zou er dan gebeuren met jouw hartslag? Gaat hij naar beneden? Gaat hij omhoog? Nou, precies, omhoog. Dus als wij mensen eerst in de virtuele wereld uitnodigen om te kijken naar wat er gebeurde met hun collega's, en als die eerst helemaal afgemaakt werden, en als zij de beurt kregen, zeiden wij, die hartslag helemaal omhoog gaan. Wat we ook vroegen, en dat is interessant, we vroegen na elke sessie aan iedereen, heb je nou vertrouwen in je eigen bekwaamheid om zo'n antwoord te geven in een Engelse klas? Dus stel voor dat je een echte Engelse klas hebt, voel je jezelf nou bekwaam genoeg om een antwoord te geven? En dat vroegen wij 4 keer, want we hadden een manipulatie gedaan dat je eerst een positieve ervaring had met je klasgenoot of een negatieve, of zelf een positieve of een negatieve. En nou is het interessant wat er gebeurt. Wat denk je wat jij zou doen? Hoe je zou voelen als je in een klas zit en al jouw klasgenoten, als jij iets zegt, die zeggen, waardeloos. Wat gebeurt er dan met jouw gevoel over je eigen waarde? Nou, ik vermoed dat ik wel kan voorspellen, die gaat naar beneden. Nou, dat gingen we dus ook kijken met die proefpersoon. Daar vroegen we ook aan, nou, je eigen waarde, je bekwaamheid, denk je dat je het kunt? Als zij dus een groep hadden van avatars die hun erg positief gestemd waren, dan zeiden ze heel snel, nou ja, dat kan ik best wel. Wat is nou een club van avatars die zei, waardeloos, dan reten ze het veel lager. En dat is toch eigenlijk vreemd als je denkt. Dus er zijn computerpoppetjes, die zeggen maar wat, en je weet dat je gemanipuleerd bent, maar toch gaat het geloof in jezelf naar beneden. En weet je wanneer het helemaal naar beneden ging? In de conditie waar ze eerst zagen hoe hun klasgenoten allemaal lovenswaardige dingen zeiden. Dus iedereen zei, oh, dat is een mooi antwoord. En wanneer ze zelf mochten iets zeggen, dat de klasgenoten zeggen, waardeloos, waardeloos. Dan zag je het enorm naar beneden gaan. Wat we ook vroegen, en dat is eigenlijk ook interessant. We vroegen, wat vind je nou van die docent? Denk je dat die docent jou waardeert? En nou wordt het interessant, want die docent die zei niks. Die zei, maar die vraag en achteraf zei hij, dat is mooi, dankjewel.
Maar in de conditie dat die klasgenoten heel negatief waren, gingen mensen ook zeggen, ik denk dat die docent me ook niks vindt. Dus eigenlijk is het een oproep aan docenten, als er zoiets gebeurt, laat het niet over je kant gaan, grijp in. Want anders denkt zo'n student of een scholier dat jij als docent hem ook helemaal niks vindt. Nou, het laatste college hierna waar ik het over wil hebben, is hoe we dit kunnen gebruiken om virtuele coaches te maken. Hoe kunnen we mensen helpen met zulke soort poppetjes om bijvoorbeeld af te vallen?